Ja, zoals je ziet zijn we nu zeg maar met de invulling van de grote structuren bezig. Hè. Gisteren zijn alle tenten gekomen. En dan zie je zo'n park eigenlijk in één keer helemaal festivalterrein worden. Nou, dat staat er nou al. Dus nu zijn we bezig met het vullen van de ruimtes. En het ophangen van alle versieringen in de bomen. Vind je het spannend? Ja, het blijft altijd wel een beetje spannend. Maar we doen het natuurlijk nu voor de 9e keer. Dus we weten ook wel een beetje hoe het park in elkaar zit. En hoe het eigenlijk allemaal reilt en zeilt. Aan de andere kant, we proberen wel elk jaar wat meer te doen. Dus spannend, gezonde spanning. Ja. Wat is er dit jaar anders dan voorgaande jaren? We hebben in ieder geval de tijden wat opgerekt. Dat heeft ook te maken dat we op zondag in ieder geval heel erg aan de grenzen van het park ook komen. Dus we hebben het park ook helemaal in de volle breedte nu benut. En we hebben de openingstijden wat verruimd, ook wat vroeger open, zodat we hopelijk wat meer spreiding hebben in het park en door de tijd heen. Verandering. Ja, en dat Apenhul en Orpheus binnenboord zijn en Apenhul het klimmen-klauterparcours host en Orpheus het kindertheater. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja, gaaf. Nou, ik ga je niet langer ophouden. Succes nog. Dankjewel.